De situatie rond de wateroverlast in het binnenland is onder controle. Er is nog geen sprake van een alarmerende situatie. Echter moet de lokale gemeenschap op zijn hoede wezen, omdat er meer regen verwacht wordt. Dat zeggen zowel districtscommissaris Dippe Dingen van het Boven Suriname gebied als Jerry Slijngaard, coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR. Is het ook gebruikelijk dat het rond deze periode plaatsvindt? Want we gaan dus naar de periode van mei, waarin het gebruikelijk is dus dat we de grote regentijd krijgen. Hoe zit het dus met dat gedeelte? Ja, dus dat is inderdaad zo. Maar je weet, weersfenomenen spelen ook een rol, zoals La Niña. En dat is de periode waarin we leven op dit moment. En La Niña staat voor veel water. Dus. Het is volgens Slijngaard een jaarlijks terugkerend verschijnsel dat de rivieren in het binnenland buiten hun oevers treden. Het NCCR maakt momenteel een inventarisatie van alle getroffen gebieden om te kijken als er toch noodhulp nodig is. Districtscommissaris Dingen oriënteert zich in de getroffen gebieden en is in contact met zijn collega's van andere resorten in Sipaliwini, die ook te kampen hebben met wateroverlast. Het is normaal. Het water is nu aan het dalen nu. Maar als het nog blijft regenen, dan wordt het ook, omdat in Suriname hebben we regenen, seizoen. Dus er is dus geen sprake van een noodsituatie zoals er gezegd is. Tot nu toe geen spanning of slechte situatie in het gebied. Want ik kom net vandaar en ik heb ook contact gelegd met mensen van Rario, Pikirio. Dus het water is nu redelijk. Volgens districtscommissaris Dingen is de situatie zich aan het normaliseren. In zijn bestuursgebied is er tot nu toe geen sprake van aangerichte waterschade. In het weekend viel er volgens de cijfers van de Meteorologische Dienst Suriname tussen de 85 en 99,6 mm neerslag.